Welkom op dit alweer derde webinar in de serie over inhuren en het overbruggen van de coronacrisis. Goed dat jullie er allemaal weer zijn. We doen het ja, als vanouds kan ik bijna zeggen weer samen met Zipconomy, Hugo Jan. Goed dat jij er ook weer bij bent. Deze keer hebben we ook, ja, vind ik het heel fijn dat ook Intelligence Group is aangeschoven. En zij bekijken natuurlijk arbeidsmarktcijfers, zowel voor uitzend als voor de vaste markt. En een hele mooie aanvulling op wat wij zelf aan data hebben. Dus Geert-Jan, hartelijk welkom. Goed dat jij er ook bent en je zal zo uitgebreid aan het woord komen. Ik neem ook even van de gelegenheid, Geert-Jan, om toch met enige trots onze samenwerking aan te kondigen. Want het naast elkaar leggen van onze data, ja, dat brengt toch mooie inzichten. En ja, wellicht kunnen we daarin over een aantal weken, als we weer een uitzending hebben, daar een eerste voorschot op nemen. Nou, we gaan weer proberen om een kort en bondig update te geven. Een half uurtje totaal. Ja, waar we vorige keer met name hebben gekeken naar welke strategieën onze verschillende opdrachtgevers hanteren. Willen we jullie deze week meenemen in de data die we zien. En of dat, ja, misschien ook wel die strategieën onderstrijft. Dus nou, laat ik beginnen met een hele korte recap. Dan moet ik even. Dus een recap van het webinar van 16 april. En dan zal ik het woord geven aan Hugo Jan om de recente ontwikkelingen te beschrijven. Die jij vanuit de Zipconomy ziet. Dan Geert-Jan Baasdorp om de arbeidsmarktontwikkelingen toe te lichten. En dan sluit ik af met wat wij zien vanuit de data van het First Group. Nou, het is weer een interactieve sessie, dus er kunnen vragen gesteld worden. We hebben een professionele moderator die de vragen naar de juiste spreker zal leiden. Dus vragen staat absoluut vrij. Even kort samengevat wat we op 16 april hebben besproken. Toen hebben we gekeken naar 8 verschillende bedrijven uit 8 verschillende sectoren. En dat ging van overheid tot olie en gas, tot financieel, IT, technologie. Er zat van alles tussen. En we hebben die strategieën geplot op onze kritieke inhuurmatrix. Dus de matrix waarbij we zeggen van oké, als je nou naar je totale inhuurspeelveld kijkt, is het misschien handig om een soort kaartje te maken waar je het indeelt in van oké, praat ik hier nou over bedrijfskritische inhuur, ja of nee? En is het productiviteitsverlies als gevolg van het nieuwe werken, is dat nou hoog of laag? En dan heb je eigenlijk 4 kwadranten waarin je verschillende strategieën kunt volgen. Ja, en wij zagen dat de verschillende strategieën die we besproken hebben, dat die eigenlijk redelijk keurig verdeeld waren over overbruggen, continueren en ook nog een stukje uitstroom. Nou, dat webinar is nog steeds ook in zijn geheel terug te kijken. De brede conclusies die we trokken, dat is dat de overal focus die wij konden zien, in ieder geval nog lag op overbruggen en continueren. Wat ook betekende dat de gewerkte uren nog in redelijk beperkte mate afnamen met zo'n 5 tot 10% over de hele sector. We hebben toen al aangegeven dat wij verwachten dat als die kabinetsmaatregelen, de freeze periode. Ja, als daar geen einde aan lijkt te komen, dan verwachten we echt wel forse dalingen van meer dan 20%. Maar laten we ons in ieder geval eerst even kijken naar Hugo Jan, wat jij aan recente ontwikkelingen hebt gezien. En natuurlijk is
de boodschap van het kabinet natuurlijk de eerste relevante ontwikkeling. Dus ik geef hem graag door aan jou. Ja, dankjewel Paul en welkom ook allemaal. Dat jullie er weer bij zijn. Nou, ik heb een paar punten op een rij gezet die op de slide staan. Ik hoef het aan jullie natuurlijk niet uit te leggen dat de vriesperiode verlengd is. Tot in ieder geval een maand. Dat is natuurlijk toch best wel een tegenvaller, denk ik, voor veel bedrijven. En dat betekent dat het opstarten van de organisaties allemaal in wat lager tempo zal gaan. Wellicht dat het een paar dingetjes nog wel wat naar voren worden getrokken. Maar dat is toch op een of andere manier wordt dat nu het nieuwe normaal om op afstand te werken. Als je het over de regelingen die er zijn, dat is misschien nu het meest relevante, de NOW-regeling en de TOZO. Ik krijg daar ook wel eens wat vragen over, van denk je nou dat het toch echt fors wordt aangepast of wordt geïntensiveerd? Nou, ik verwacht dat eerlijk gezegd niet. Er is nu een aanpassing van de NOW aangekondigd een paar dagen geleden, dat die denk ik, voor wat grotere concerns wat soepeler is. Er zal nog iets komen voor de seizoensbedrijven. Maar wellicht is het dat ook wel een beetje, omdat de verdere maatwerkregelingen ook toch wel heel erg moeilijk te implementeren zijn. En wat nog wel speelt bij die NOW-regeling is dat dat is natuurlijk voornamelijk voor bedrijven die hard gegroeid zijn ten opzichte van vorig jaar toch wel vrij pijnlijk is. Omdat je cijfers moet vergelijken met 2019. Nou, mocht je nou net 20% gegroeid zijn in dit jaar en je krijgt die nou pas na een omzetverlies van 20%, dan moet je eigenlijk 40% terugvallen voordat je daar überhaupt in aanmerking kan komen. En de eerste grote uitzender Olympia was daar in ieder geval al de dupe van. En die hebben we toch een uitzendkrachten wat dat betreft op straat moeten zetten. 1,5 miljoen werknemers, daar wordt de NOW-regeling nu ongeveer voor gebruikt. Nou, dat is ruwweg gezegd ongeveer een kwart van de, iets meer dan van het totale aantal mensen dat in loondienst werkt. Ik wil niet zeggen dat die mensen allemaal niks zitten doen, natuurlijk ook niet dat die dan beschikbaar zijn ineens voor ander werk. Want voor sommige bedrijven is het zo dat ze de NOW-regeling krijgen omdat er heel veel omzetverlies is. Maar dat de mensen nog wel ander werk aan het doen zijn. En aan de andere kant, organisaties die niet krijgen, hebben misschien juist minder werk te doen. Maar dat is ongeveer de omvang van die regeling. Gaan we even naar de TOZO, de regeling voor de zelfstandigen. Er zijn nu 300.000 aanvragen voor gedaan bij gemeenten. Ik wil niet zeggen dat die allemaal toe zijn gekend, dat duurt allemaal even wat langer. Maar het geeft ongeveer wel een orde van grootte. Of misschien nog wel iets gaan oplopen. 300.000 aanvragen op 1,5 miljoen zelfstandigen. Dus dat percentage ligt iets lager dan wat er voor werknemers is aangevraagd. En de uitkering aan zich ligt natuurlijk ook flink lager. Wat vrij lastig is om te kijken van wie hebben hem daar aangevraagd. Maar als ik wat verschillende onderzoeken daar een beetje doorheen probeer te kijken, dan is het wel duidelijk dat het vooral gaat ook wel over de mensen die voor particulieren werken, die het lastig hebben, en mensen met fysieke locaties. Dus winkeliers of marktkooplui, dat soort mensen. Dat zal de hoofdmoot zijn van degene die TOZO hebben aangevraagd. En wat minder de interprofessionals. Daar zullen er ongetwijfeld ook een deel van zijn. Maar deze cijfers geven wel een beetje een gevoel dat hoe meer of hoe langer iemand bij één opdrachtgever zit, hoe kleiner de kans is dat hij heel veel omzetverlies heeft. En dat is op zich politiek nog wel een interessant gegeven. Maar dat is wel de categorie waarvan sommige mensen zeggen, ja, is dat nou eigenlijk wel een ondernemer? Is dat niet meer een schijnzelfstandige? Doet hetzelfde werk, langer bij één opdrachtgever? Nou, wellicht, dat hangt natuurlijk een beetje af van je beoordeling daarin. Maar dat is dan wel net een groep die momenteel wat minder getroffen wordt door die hele corona. En dat brengt me een beetje bij punt 4 en punt 5 van het, waar jullie denk ik allemaal ook nog wel een paar maanden geleden met smart op zaten te wachten van hoe zit het nou met die vervanging van die wet DBA. Nou, dat hele proces ligt natuurlijk helemaal stil momenteel. Maar ook daarvan is het einde wel in zicht, denk ik, dat die stilheid. Er is 12 mei weer voor het eerst een vergadering in de Kamer. Procedurevergadering van de Commissie Sociale Zaken. Dat staat hier nu gepland. En dan zal het tempo waarin vergaderd gaat worden. En vooral wat komt er op de agenda bepaald gaan worden. En ik denk toch wel dat die wetmodule nog van voor de zomer, dat daar wat over bekend wordt. Want dat ligt al een tijd op de plank. Uitspraak over, komt er nou wel of niet een wet minimumtarief, komt er nou wel een wet
zelfstandige verklaring voor het opt-out tarief boven 75 euro. Ja, daar moet Koolmees eigenlijk ook nog wel wat over zeggen. En ik verwacht eigenlijk dat hij toch voor de zomer daar nog wel wat mee gaat komen. Twee redenen. Ten eerste, het ligt er. En de verkiezingen komen er natuurlijk ook al een beetje aan. Als hij er nog wat mee zou willen, dan moet hij wel een beetje op gaan schieten. En mijn inschatting, ik heb dat ook wel bij vorige webinars gezegd, is eigenlijk dat die wetmodule er sowieso gaat komen. En dat het nog wel eens de vraag is of dat wetminimumtarief en die wet zelfstandige verklaring gaat komen. Mijn inschatting 2 maanden geleden was dat die er niet zou komen. Daar blijf ik eigenlijk bij. En misschien dat Koolmees die hele coronacrisis ook wel als aanleiding, als smoes kan gebruiken om te zeggen, dit is nu zo'n rare wereld. Dit is niet het goede moment om met nieuwe wetgeving te komen. Ook in de UK hebben ze de wetgeving rond zelfstandigheid geparkeerd om de zelfstandigen het niet al te lastig te maken. Dus wellicht dat een uitkomst is. Maar dan houden we nog steeds die wetmodule wel in overeind. Dus hou dat zeker in de gaten. En dan ook nog de kabinetsreacties op de commissie Borslap en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Daar ligt een akkoord. Daar moet ook een reactie op komen. Dat zijn alle twee punten die je echt niet los kan zien van de huidige situatie. Ongetwijfeld zal het politieke spel daar scherper gespeeld gaan worden door de ervaringen die er nu zijn. Door kwetsbaarheden die in de ZZP-markt zichtbaar worden. Dat gaat ongetwijfeld een rol spelen in het politieke debat. Maar nogmaals, 12 mei is die commissievergadering dus eind mei. Nou, ik kan me daar iets bij voorstellen dat er dan een commissievergadering is met de minister Koolmees. Waar hij toch klim moet gaan bekennen hoe hij met deze maatregelen omgaat. En dan hebben we weer een nieuw extra item, zeg maar, om als opdrachtgever na te denken van ja, hoe kan ik nou met mijn mijn flexpopulatie om en met mijn inhuren omgaan. En dan komt misschien ook wel iets meer duidelijk over van hoe gaat nou die vast flexmix eruit zien. Gegeven veranderingen op de arbeidsmarkt, gegeven nieuwe wetgeving. Waar we het de vorige keer ook al over hadden. Nou, dit zijn denk ik de belangrijkste 5 punten. En ik noem al eventjes de arbeidsmarkt. Want ja, als je het over inhuur hebt en wie trekt je daar aan om straks weer mee verder te gaan werken als het allemaal weer wat aantrekt. Dan is het denk ik ook wel interessant om te kijken wat er nou op de arbeidsmarkt als cijfers gebeurt met meer de vaste populatie, Gert-Jan. Want daar hebben jullie een boel data en cijfers over. Ja, dankjewel Hugo-Jan. Dat klopt, we zijn... We komen nu wekelijks met een update van de meest actuele arbeidsmarktinformatie. Is eigenlijk wel ook ingegeven. Hè. In Amerika is echt een wekelijkse update over hoe de werkloosheid zich ontwikkelt. En in Nederland, om je een idee te geven, vorige week donderdag kwam het CBS en UWV met de cijfers van maart. En dat waren dan de gemiddelde cijfers nog van maart. En toen het resultaat was zelfs nog dat in maart de werkloosheid was gedaald volgens het CBS. Nou, de realiteit van die arbeidsmarkt zit echt anders in elkaar. En daarom vinden we dat we op basis van alle data en vooral actuele data die beschikbaar is, willen we inzages geven. Dat doen we samen onder andere met onze partner Jobdigger. En die meten alle online vacatures. En zoals je in deze figuur kunt zien, dat is vanaf het begin van het jaar. Zien we eigenlijk dat die arbeidsmarkt al een beetje aan het dalen was. Na zeg maar de afkondiging van de intelligente lockdown is die markt met 25% gestegen. Gedaald natuurlijk. En wat ik even moet zeggen, Paul, zou jij door willen klikken? Ja, heb eens. En dan klik er nog maar 2 keer op. Ja, hier zie je eigenlijk waar dat pijltje zit met het gele, met de intelligente lockdown. Daar zie je eigenlijk dat die markt... Die is gemiddeld vanaf dat punt ongeveer een kwart minder online vacatures gekomen. Met name is de klap geweest bij de werkgevers. En dat noem ik even corporates, maar daar zit ook de overheid in. Hè. Dus er zijn gewoon de werkgevers, corporates versus bureaus. En bureaus hebben iets minder harde klappen gekregen. Die staan op min 16% sinds dat die afkondiging van de lockdown. Nou, dat heeft heel veel te maken met het feit dat ze... Enerzijds hard geraakt werden bijvoorbeeld in de detailhandel en in de horeca. En de andere kant was dat ze heel veel van die mensen of ook hebben kunnen doorschuiven naar distributiecentra. Of bijvoorbeeld naar de winkels toe hebben gebracht, de supermarkten. Omdat daar de vakken gevuld moesten worden en anderszins. Dus daar zie je het effect wat kleiner ten opzichte van de werkgevers. Wel is de verwachting nu dat die...
ook die uitzenders en die bureaus, dat die wat verder door zullen dalen in de komende weken. Maar zo'n dreun als die min 25, die eigenlijk wel vrij stabiel is, dat zullen we niet, zo'n klap hopen toch niet nog te zien. Maar dat het langzaam toch nog wat naar beneden zal zakken, dat is, zal zeker het geval zijn. Zeker als de crisis langer aanhoudt. Geert-Jan, mag ik je één vraag stellen? Ja, tuurlijk, Hugo Jan. Dit zijn online vacatures, hè? Wat zit daar nou aan relatie tot de daadwerkelijke vacatures die er zijn? Heb jij daar enige beeld bij? Zie je het gewoon echt parallel lopen als er minder online zijn? Zijn er ook meer totaal? Ja, absoluut. Die werelden lopen eigenlijk nagenoeg parallel. Er zijn natuurlijk ook een hoop vacatures die niet gemeten worden op deze manier. Hè. Bijvoorbeeld interne vacatures die intern zijn ingevuld. Of vacatures die in het grijze en zwarte circuit plaatsvinden, die gewoon echt die werkgevers alleen via de bellen invullen. Bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is in Urk. Er zijn amper vacatures, omdat iedereen binnen Urk elkaar wel kent en dat die arbeidsmarkt eigenlijk compleet informeel gaat. Maar als je puur kijkt, ik denk dat wij sinds 2010 of zo geen telefonisch onderzoek meer doen, omdat we toen eigenlijk al van uitgingen dat meer dan 90% van de markt ook wel een online footprint had. Met name van vacatures die extern gingen. Dus dat zal vandaag de dag misschien 95% van de markt. Dus er zitten nog wel heel veel problemen in. Maar daar kunnen we een ander webinar aan wijden. Met spookvacatures, et cetera. Maar dit geeft wel een goed beeld over hoe die markt is. Overigens wel leuk om te vertellen. En goed om te vertellen is, een klap van 25% is veel. Ik werkte al in de arbeidsmarkt bij 9-11. Toen kreeg ik een klap van 10% te pakken in één week. Ik dacht dat het nooit sneller naar beneden kon. Maar dat kan dus met corona wel. De absolute aantallen vacatures die we op dit moment nog meten. Uit mijn hoofd bijna 50.000 nieuwe vacatures. Online vacatures. Bureaus en werkgevers samen. Is bizar veel. Als je dat vergelijkt met een aantal jaren geleden. Dan zitten we echt nog ruim daarbovenop. Dus er zijn veel openstaande vacatures. De markt is gezond. Ik zal omwille van de tijd tempo maken naar het volgende slide. Waar je ziet waar de klap hard is, is bij recruiters. Hè. Het feest kon niet ophouden bij recruiters. En dit zijn de bureau en de... Ik kan het niet goed lezen. Maar volgens mij zijn als je doorklikt, dan zie je zowel de bureau als de corporate recruiters. De rode lijn waren de bureau recruiters, want daar hield het feest eigenlijk niet op tot aan de coronacrisis. Dat was zelfs, hier zie je de cijfers van groei ten opzichte van het jaar daarvoor. En dan meten we weken na elkaar. En daar zie je bij bureau recruiters zaten de meeste weken zo'n 20-25% meer vraag naar bureau recruiters in de eerste 10 weken van het jaar. En daarna klapte hij in één keer met 47% omlaag. Bij de corporates zagen we al wat langer dat daar minder vraag was. En vervolgens hebben die eenzelfde klap naar beneden gemaakt. En hier zie je natuurlijk het gevolg van een krimpende markt en minder vraag enerzijds, maar ook een lagere mobiliteit van recruiters zelf die aan het springen zijn van de ene naar de andere klus, dan wel een andere werkgever. Dus die mobiliteit, verlaging van mobiliteit betekent ook minder vervangingsvraag. Waar zijn dan die klappen? Jij ging al mooi verder, Paul. Nou, wij meten ruim bijna 400 beroepsgroepen. Dat zijn echt grovere groepen, zeg maar. Daaronder zitten nog tienduizenden met losse beroepen. En 81% daarvan zie je een krimpende markt. En die krimp zit bij beroepsgroepen als piloten. Nou, dat is echt een open deur, excuus daarvoor. Maar waar ik zelf niet aan gedacht had, maar natuurlijk ook waar is, de luchtverkeersleiders, treinmachinisten, conducteurs. Maar wat dacht je van nu de festivalseizoen stopt? Scheelt ongelooflijk grote vraag naar beveiliging. Horecapersoneel vanzelfsprekend. Maar ook naar DJ's. DJ's hebben het gewoon. En muzikanten hebben het gewoon erg lastig. Of wat dacht je van wat er gebeurt in tv en radio? En er is nauwelijks nog vraag naar modellen en mannequins. Dus die wereld, heel veel beroepsgroepen worden hierdoor doorgeraakt. En de andere kant van de medaille is dat er zo'n 63 beroepen nog groei laten zien, meestal lichte groei. Daarin zit natuurlijk logistiek, distributie, vrachtwagenchauffeurs, maar ook seizoenswerk komt daar veel in voor. Dus dat is de dynamiek die we op dit moment in die arbeidsmarkt zien.
Als je daar iets meer over wil weten, het UWV heeft een rapportje uitgebracht op 7 april. En die geeft per sector aan, dat is echt een leuk rapport. Geeft per sector aan in het rood, daar waar er nog krapte is in die sector. Dus dat zijn kansrijke gebieden. In het blauw, daar waar de klappen vallen in een sector. En in het grijze, daar waar wat collectieve initiatieven plaatsvinden. Want je ziet de ontwikkeling van talent sharen met elkaar op dit moment ook plaatsvinden. Absoluut, het is makkelijk te verteren. Ik denk dat het in totaal nog geen 20 pagina's zijn. Dan zeg ik even uit mijn hoofd, maar om even dat naar je sector te kijken. Je haalt er best wel inspiratie uit en je ziet soms dingen die je niet zou verwachten. Gaan we naar een van de laatste slides. En ook wel echt een zorgpunt. Hè? Als we naar die dynamiek van die arbeidsmarkt, die heeft een hele harde klap, geeft die met name op de jongeren. Jongeren zijn per definitie een soort schaars op die arbeidsmarkt. Dus dat komt ook daar wel goed. Maar jongeren zitten ook vaak nu in de sectoren, werkers die hard geraakt zijn. Hè? Horeca, retail, de festivals, noem het maar op. Zitten vaak in tijdelijke banen, in flexbanen, hebben een tijdelijke aanstelling. Nou, daar zie je natuurlijk op dit moment dat werkgevers afscheid van nemen. En waar echt grote zorg zit, is met name bij de stages. We hebben 50% minder stages op dit moment dan vorig jaar in dezelfde periode. Ja, dus scholen, of dat nou mbo, hbo scholen zijn, maken zich daar grote zorgen over. En ik ook. En ik denk dat zomaar eens van de coronacrisis niet de 50-plusser degene zal zijn die de hardste klappen gaat krijgen. Dat wel de vorige crisis denk ik het geval was, maar met name die starter op die markt. Kom ik bij een paar laatste opmerkingen die we zien gebeuren. Die flexmarkt is op dit moment dient echt als een stootkussen. Stootkussen in de zin van nu even bij de verschuiving van werk van horeca naar, ik noem maar even, distributiecentra, de e-commerce. Maar straks ook als stootkussen om weer op te schalen. Dus een zeer belangrijke rol daar. Omdat ik de punten niet uit mijn hoofd ken, Paul, moet je even doorklikken. Ja, dat is goed. We zien dat de markt natuurlijk aan het veranderen is van een werknemersmarkt naar een werkgeversmarkt. Dat betekent dat de meeste arbeidsmarktkansen voor mensen op de arbeidsmarkt op dit moment nog goed zijn. Maar dat zal langzaam minder goed worden. Ik ga niet zeggen slecht, dat is zeer zeker nog niet het geval. Maar die arbeidsmarktkans neemt echt wel af. Daarbij zie ik ook wel misschien zeker een kans voor de flexindustrie. Maar ook wel een zorg voor met name de werkgevers die nu hard geraakt worden. Pak bijvoorbeeld een KLM. Daar zie je dat talent gaat lopen. Talent is aan het solliciteren en kijkt om zich heen. Dat betekent als dit soort bedrijven die daar last van hebben, als die straks weer moeten opstarten, ze een behoorlijk kritische laag binnen een organisatie missen. Nou ja, daar ligt natuurlijk een kans voor met name weer voor bureaus om daar aan te gaan leveren. Maar dat is in ieder geval iets wat er in die markt gebeurt. En dat zie je natuurlijk ook, het talent wat nu op de bank zit, is ook om zich heen aan het kijken. De wervingsproblemen in met name de collectieve sector, die lijken toch wat kleiner te worden. Er is geen betere employer branding geweest dan de coronacrisis. Klinkt heel cru. Maar het heeft zijenstromers in beweging gebracht, andere mensen in beweging gebracht. Werkgevers bereiden zich voor op heel veel extra sollicitanten. Dus er wordt weer gekeken en volop gekeken naar selectie-instrumentarium. En wat ik al aangaf, ik maak me ernstige zorgen over de toename van de jeugdwerkloosheid. En wat overigens voor werkgevers ook een kans is, want er zit heel veel potentieel natuurlijk onder jonge mensen. Ja, dat is denk ik voor mij nu even een globaal beeld over wat er op die arbeidsmarkt gebeurt. Even een paar vragen, Geert-Jan. En beste kijkers, als jullie vragen hebben, stel ze. Dat kan rechtsbovenin, zit een chatbox functie, dan zien we ze binnenkomen. Geert-Jan, je noemt stootkussen uitzendmarkt. Ik denk dat we ook wel kunnen constateren dat als je het hebt over de bemiddeling van zelfstandigen en de detacheringsmarkt, dat even los van een aantal specifieke sectoren, maar dat het daar nog wel meevalt. Hoe hard de teruggang is. Toch even de fast flex mix. Hè? Dus Paul zal er straks ook nog wel wat over zeggen. Wat zie jij daar nou? Hè? Want dit zijn veel cijfers over vast.
Maar heb jij nou het gevoel dat er inderdaad voor opdrachtgevers, voor werkgevers een kans ligt om mensen die nu met een flexibel contract werken of met een ZZP-contract werken, wat makkelijker te kunnen verleiden om in loondienst te komen? Ja, die signalen zie je wel links en rechts. Die signalen zie je wel links en rechts. We doen er nu ook onderzoek naar, dus ik hoop over 2 weken iets meer over te kunnen zeggen. Het FD kwam vorige week al met een artikel. Ik heb andere webinars ook gedaan waar mensen dat aangaven. Hè, waarin ze zagen dat de mix met sollicitanten die men kreeg, dat er veel meer ZZP'ers in zaten. Dus daar zitten denk ik in een... Nou, laten we eens even gek zijn, hè, dat 10 of 20% van deze groep op dit moment in onzekerheid verkeert. En die bewegen nu gewoon wat meer en kiezen dus dan misschien wat vaker nu voor banen met zekerheid. Dus ik denk dat dat wel inherent is aan deze situatie. Zagen we volgens mij ook in eerdere crisis. Dus dat is wel wat ik verwacht dat gebeurt op dit moment, Julian. Ja. Ja. Nou, ik denk als je vanuit mijn ervaring, als je die groep aan wilt boren, dan zou je dan misschien toch net even wat anders moeten doen dan als je het hebt over de mensen die gewend zijn vanuit de vaste baan te denken of echt overstappen van vast naar vast. Dus overstap van een zelfstandigheid naar een baan, toch even wat anders. Kan. Maar ik denk dat je daar net wel eventjes een wat andere toon en wat andere taal voor moet aanspreken als je het hebt over, je had het al even over je employer branding. Nou, interessant. Ik ben wel nieuwsgierig natuurlijk naar de cijfers die daar echt achter zitten over die motieven. En dan is het misschien eens even goed te kijken over wat jij daar, Paul, ziet. En, aan de corporate kant, want jullie hebben ook echt gevraagd, hè, bij een aantal opdrachtgevers van hoe het op dit moment gaat en jullie ervaring over hoe er nou vanuit die opdrachtgeverskant gekeken wordt tegen de veranderingen momenteel. Ja, dat klopt, Hugo Jan. En we zijn ook vooral gewoon echt naar onze cijfers gaan kijken. Zowel van onze intermediaire dienstverlening als onze cijfers vanuit de MSP. En daaruit eigenlijk hebben we een aantal beleidswijzigingen kunnen halen. En die hebben we ook geverifieerd. En zien we ook gewoon echt in de praktijk gebeuren. En de meest opvallende is dat eigenlijk elke beslissing over inhuur, en of dat nou gaat over een vacature stellen of een aanvraag stellen of een verlenging doen of een opdracht beëindigen. Alles wordt eigenlijk 1 echelon hoger besloten dan tot nu toe. Dan voor de lockdown, zou ik maar zeggen. Dus we zien waar eerst de inhurende manager. Ze moet daar minimaal een budgethouder en waarschijnlijk zelfs een directeur naar al die beslissingen kijken. Wat we verder zien, is dat we gebruikmakend ook van die matrix. Dat we met name zien dat er verlengd wordt als de inhuur bedrijfskritisch is. Dus ook gewoon direct ten goede komt ook aan het bedrijfsresultaat. Dan wordt er zeker verlengd. En we zien dat nieuwe aanvragen, dat die ook voornamelijk in het bedrijfskritische deel van de inhuur plaatsvinden. En wat daarbij wel leuk is om te vermelden, is dat die nieuwe aanvragen, dat er de eerste 2 weken na de lockdown, dat er eigenlijk nauwelijks intakes waren. Hè, omdat men nog een beetje zat te zoeken van, ja, hoe gaan we dit nou doen? Moet dit nou met Skype of met Teams? Maar goed, daar heeft iedereen inmiddels een modus in gevonden. En we zien dan ook dat daar wel een inhaaleffect is. Hè, dus dat die 2 periodes... van onzeker, of die 2 weken van onzekerheid en onwennigheid, dat die echt wel ingehaald zijn en dat er nu weer een soort van nieuwe normaal is te ontdekken. Kijken we dan naar de data, dan zien we gewoon dat over de hele linie het aantal opdrachten daalt. We zien ook dat er, en dat is wel interessant, dat sluit ook een beetje aan op wat Geert-Jan net al constateerde, dat er meer aanbiedingen per opdracht komen. Dus dat betekent ook
dat er meer te kiezen is op dit moment voor opdrachtgevers. En we verwachten ook dat deze trend die we nu heel voorzichtig zien beginnen, dat die door zal zetten. En dat er toch meer mobiliteit is en dat komt natuurlijk omdat men ongerust is. Nou, we zien ook waar dat opdrachtgevers die onrust ook wel oppikken en zoiets hebben van ja, ik probeer mijn kandidaat wel te reserveren. En dan, dan kom je natuurlijk in een, doe jij wat voor mij, doe ik wat voor jouw situatie. Zie je dat er mechanismes in gang worden gezet, zoals bijvoorbeeld tijd voor tijd. We hebben dat beschreven in het white paper, maar dat is ook nog steeds te downloaden. Hoe dat mechanisme werkt, maar waarbij je eigenlijk zegt van oké, de opdrachtgever en de opdrachtnemer die nemen er samen allebei een deel van het verlies. En dan op grond daarvan maak je die reserveringsafspraak. Nou, wat we ook zien is dat het aantal uren per overeenkomst gemiddeld daalt. Dus je hebt een opdracht waar je normaal gesproken 40 uur in de week of 32. En dan zien we dat daar toch wel een procent of nou, over de hele is het 8% geloof ik. Wat we daar aan daling zien van het aantal gemiddeld aantal uren wat gewerkt wordt per opdracht. Ik zal zo meteen laten zien in de matrix hoe dat zich verdeelt over bedrijfskritisch en niet bedrijfskritisch. Wij zien nog niet echt de vlucht van ZZP naar vast. Hè, dus waar Geert-Jan aan refereerde. Dat kunnen wij uit onze cijfers nog niet zien. Maar het zou zomaar kunnen dat we dat over 2 weken wel kunnen. Maar op dit moment is daar nog geen bewijs van. Ik denk ook dat Paul, als ik even vanuit mijn observatie, die ook maar beperkt is hoor, maar dat het denk ik echt voor een bepaalde specifieke groep zou kunnen. Mensen die misschien iets meer uit opportunistische oogpunt voor zelfstandigen kiezen. Ik denk eerder wat jongeren dan de ervaren ZZP'er. Dus ik denk zeker dat die ervaren ZZP'er ook wel zijn marktwaarde kent en ook wel eerder crisis heeft meegemaakt en dat die echt niet zo makkelijk eventjes overstapt naar een vast dienstverband, hoor. Nee, ik denk dat het klopt, Hugo-Jan. En ik denk ook dat het heel erg samen gaat hangen met hoeveel perspectief gaat het kabinet geven. En hoe duidelijk gaan ze zijn over wanneer we weer aan de slag kunnen. En hoe langer en hoe vager dat is, ja, hoe meer verwacht ik met name in die groep dat toch beweging gaat ontstaan. Ja. Ja. Verder, tot slot, en dat is meer persoonlijk, omdat ik me ook als adviseur gedraag, merk ik dat er in heel veel organisaties ruimte ook genomen wordt en ontstaat om even snel multidisciplinair met een aantal inkoop, HR, even na te denken over dat inhuurproces. En te kijken waar nieuwe verbeteringen aangebracht kunnen worden. Ja, met name in rapportage, want iedereen wil nu weten waar ze zitten. En dat is natuurlijk al iets. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar dingetjes als video sollicitatie en dat soort grappen. Dus daar heb ik het weer drukker door. Dus dat vond ik in ieder geval leuk om te vermelden. Ik zat gisteren in een conferentie met een 20-tal HR-tech-specialisten. Daar werd het ook wel genoemd. Dat noemen we het soort van achterstallig onderhoud. Dat er best ruimte is en dat er best bij een aantal organisaties. Als de normale business gewoon stil ligt. Zeker aan de stafkant toch gewoon je ding wil doen. Dat er dan misschien juist ook net nu tijd is om. Over een aantal dingen die altijd al van plan was, nu eens na te denken. En ik denk dat als je het hebt over het inrichten van je inhuurproces, dat zeker ook een geld. Ja, de grap is natuurlijk ook dat. We werken nu zo efficiënt. We zitten er 0 uren meer in de auto of in de trein of in de bus. Dan ontstaat er toch tijd. Ja.
Nou, even de conclusies, even dan in procenten, want dat is natuurlijk altijd interessant. Als je naar data kijkt, kun je dan ook uitspraken doen die enige houvast geven. Nou, we hebben gekeken naar onze data, maar dan verdeeld volgens die kritieke inhuurmatrix. En wat we zien is dat als het productiviteitsverlies hoog is en het betreft een bedrijfskritisch proces, dan zien wij dat er minder uren gemaakt worden. En die zijn voornamelijk te wijten aan omdat het gewoon niet lukt. Dus omdat er barrières zijn, mensen krijgen elkaar niet te spreken of nou ja, ik weet niet wat, maar het heeft gewoon te maken met die nieuwe situatie. Daarentegen, dus aan de andere kant, dus niet bedrijfskritisch, maar met een laag productiviteitsverlies, daar zien we een grotere daling van het aantal uren. En daar is het ook zeker beleidsmatig ingegeven. Dus daar worden gewoon ook letterlijk afspraken gemaakt van, joh, prima dat je hier nog blijft zitten in je opdracht. Maar in deze periode mag je maximaal 60% van je tijd schrijven. Of een dergelijke afspraak. Dus daar zien we dat met name door beleidsingrepen het aantal uren terugloopt. Nou, als we dan kijken naar een niet bedrijfskritische inhuur en met een hoog productiviteitsverlies, dus waar het uitstroomscenario voor de hand ligt, dan zien we dat het uitstroom met name eigenlijk alleen wordt opgevangen door, zeg maar, natuurlijk verloop. En dat is natuurlijk wel het voordeel van een flexibele schil. Is dat natuurlijk dat je binnen 2 tot 4 weken. Kan je gewoon door. Ook bij contracten die gewoon aflopen. Gewoon zeggen van, nou, die verleng ik niet. Er hoeft nog niet eens echt opgezegd te worden. En elke maand stroomt er gemiddeld zo'n 10% uit. Dus ja, dat gaat al vrij hard. En dat is 2,5% toch eigenlijk ook nog best heel. Ik bedoel, de gemiddelde uitzender zal er door blij mee zijn. Dat klopt. Ja, maar daar gaat het natuurlijk ook wel een stuk harder. Omdat die uitzendkracht ook vaak fysiek ter plekke moet zijn. En om via Microsoft Teams een vak te vullen of een distributiecentrum, dat is wat lastig. Je ziet dat. In de kenniswerkers, en daar zitten we natuurlijk wel een beetje op, hè. Dus dat het daar inderdaad een stuk meer meevalt. Ja. Dus hier zie je, want dit zijn dalingen en stijgingen ook, hè? Want, dat was het niet, dat was ik voor het laatst bewaard, hè. Want we zien ook dat met name in de bedrijfskritische inhuur, waar het productiviteitsverlies laag is, hè, omdat men al bijvoorbeeld gewend is om zo te werken. Nou, we gaven al het voorbeeld, hè, vorige week, hè, van een technologiebedrijf. Ja, die geven gewoon gas bij. Want die zeggen van, oké, nu kan ik die gespecialiseerde engineer, hè, of die gespecialiseerde developer, of de gespecialiseerde, nou, enzovoort. Die kan ik nu vinden. Dus we zien dat daar gewoon, en ook in de kritieke sectoren, zeg maar, hè, dus retail en supermarkten, zeg maar. Maar ook in de zorg, dat daar wel bij komt. Maar goed, dit is tot nu toe en dit is onze prognose voor april. Dat is op basis van wat we tot nu toe weten. Dus dit is wat wij... Dit zijn percentages van uren, hè? Wat doen we? Nou, dit is echt urenmaal tarief. Oké. Wat doen we al het tarief zich? Heb je daar enig beeld bij? Van, zit daar veel druk op of valt dat ook mee? Wij zien nog geen druk op tarieven. We zien wel dat er meer te kiezen is. Dus we zien, en als dat zich gaat doorzetten... Ja, dan zal er automatisch door meer concurrentie meer druk op tarieven komen. Maar beleidsmatig nog niet. We denken wel, want dit is dan wat wij verwachten tot als er nu
Ja. Of 20 mei wordt weer een paar weken opgerekt. Of er komt niet duidelijkheid over wanneer we weer aan de slag kunnen. Ja, dan zien we in mei gaan we echt richting 20% omlaag. Dat durf ik wel te zeggen. Maar we zullen dat ook blijven volgen uiteraard. Ik weet niet, Hugo Jan, of er nog vragen zijn gekomen voor een van ons. Nog niet, dus als mensen vragen hebben, dan stel ze gerust, hè, voor zowel Paul als voor Geert-Jan of voor mij. We zijn uit de tijd. Nou, we zitten ook al een beetje aan het eind, dus misschien is het ook wel goed om wat af te gaan ronden. Wat ik er in ieder geval uithaal, ook in dit verhaal van Geert-Jan, is natuurlijk wel een ongekende dynamiek. Want wat in mij één ding die opviel uit jouw verhaal, Geert-Jan, is dat er ook heel veel nieuwe vacatures bij zijn. En die zitten misschien net even in andere sectoren, maar ik bedoel, daar ontstaat natuurlijk een enorme dynamiek. We hebben het over de dynamiek gehad over meer aanbod zelfstandigen. En dan, ik ben ook wel nieuwsgierig hoe zich dat vast-flex verhouding gaat doen. Komt er inderdaad meer aanbod vanuit zelfstandigen om in die vaste functies te gaan? Nou, dat moeten we denk ik nog maar eventjes zien. Maar ook andersom, als we straks weer gaan opstarten van hoe gaan nou die cijfers waar Geert-Jan het over heeft aan de vaste kant, die aantal vacatures, hoe gaat zich dat dan ontwikkelen? Of zie je heel veel van de nieuwe functies die er gaan komen, toch een stuk voorzichtigheid vanuit opdrachtgevers komen om dat toch maar voorlopig eens eventjes via flexvormen in te vullen. Of dat nou inhuur is, uitzend of tijdelijke contracten. En dan krijgen we ook nog een keertje de dynamiek van de politiek daarbovenop. Die ongetwijfeld daar knoppen wil gaan draaien om in ieder geval de kwetsbaarheid aan de kant van de flex tegen te gaan. Maar vervolgens ook de dynamiek van organisaties om juist meer flexibiliteit te kunnen hebben. Ik denk dat we ons vanuit dat punt niet hoeven te gaan vervelen de komende maanden. Oké, nou Hugo-Jan, dankjewel. Kijk, wij gaan dit soort ontwikkelingen weer meenemen. We gaan een kleine meivakantie houden. Dan willen we graag weer op donderdag 14 mei deel 4 presenteren. En Geert-Jan, ik hoop dat jij daar ook weer bij bent. Je kunt op me rekenen, Paul. Heel goed, heel goed. Nou, dan iedereen bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot ziens.